In deze vlog over duurzaam in Erasmus MC ben ik op de intensive care. En dat doe ik omdat duurzaamheid niet iets is van managers en bestuurders, maar eigenlijk iets is van iedere Erasmus MC'er. En het leuke is dat sinds wij in het Erasmus MC hiermee bezig zijn, er heel veel zogenaamde green teams ontstaan. En ook op de intensive care is een green team van medewerkers die nadenken over de spullen die ze gebruiken en over het verminderen van de enorme afvalberg. En een grote voortrekker daarvan is Nicole Hunveld. Zij is niet alleen apotheker, maar trekt hier zelf ook heel hard aan. En met haar ga ik zo in gesprek. Nicole, wij staan hier op een van de intensive care boxen van het Erasmus MC. Jij bent niet alleen apotheker, jij bent ook projectleider van de Groene IC. Wat doe je precies in die rol? Een aantal dingen. We zijn gestart met een green team, waar vanuit de twee IC's verpleegkundigen in zitten. Allerlei mensen die we echt nodig hebben om circulair te gaan werken, zoals de infectiepreventie, iemand van inkoop, artsassistenten, een fellow van de IC. Dus eigenlijk een heel brede groep om met elkaar zoveel mogelijk ideeën en uitwerkingen te maken. En daarnaast hebben we een heel project gedaan om te kijken van waar moeten we nu starten. Dat heet de materiaalstroomanalyse en die heeft het afgelopen half jaar gedraaid. Oké. En wat gaat zo'n materiaalstroomanalyse, wat gaat dat bijdragen aan de duurzame ambitie die we als Erasmus MC hebben? Wat schieten we daarmee op? Nou, met een materiaalstroomanalyse kun je eigenlijk kijken welke materialen echt door de IC heen gaan. Dus van inkoop tot en met de afvalstroom. En daaruit kun je berekenen wat je hotspots zijn. En dat zijn de materialen die het meeste impact hebben op het milieu. En daar gaan we mee beginnen. En het is misschien wel aardig om, kan je eens een voorbeeld ervan noemen, waarvan eigenlijk iedereen zegt, joh, is het toch bizar dat we dat zo doen? Dat moet anders kunnen. Ja, de onderlegmatjes, eigenlijk de incontinentiematjes, die zijn heel slecht. Er zit plastic omheen en pulp aan de binnenkant. Daar kun je niks aan scheiden. En die worden niet alleen als onderlegmatje gebruikt, maar voor heel veel andere doeleinden. En dat is eigenlijk echt niet goed. Daar moet iets mee doen. Dus dan, als ik je zo hoor, dan gaat het erom dat we ons bewust zijn van wat we allemaal aan wegwerpmaterialen gebruiken op de intensive care. Maar als we ze moeten gebruiken, om ze dan ook zo circulair mogelijk te maken. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. En dat is denk ik ook het belangrijkste in dit project. Steeds moet je eigenlijk met elkaar weer bedenken, heb je iets echt wel nodig? Ja. Als je het dan nodig hebt, moeten we gaan kijken hoe kunnen we het opnieuw gebruiken, recyclen of wat dan ook. Oké. Okay. Ja, mooi. Het is ook heel duidelijk wat dat bijdraagt, hè, aan duurzaamheid. En wat we daarmee kunnen besparen, denk ik. Want dat hebben jullie dan ook vast uitgerekend. Ja, nou, dat moeten we steeds nog per hotspot gaan doen. Maar dat is denk ik ook wel waar de kern zit. Het is leuk om mensen dan weer te laten zien, hey, dit hebben we met elkaar bereikt. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus dat zit zeker in het project. Hartstikke leuk, zo'n green team. Zeker. Krijg je veel groene energie van. Groene energie van. Als je nou naar het Erasmus MC breed kijkt, wat zouden we dan nog meer moeten doen? Het liefst, als je het mij vraagt, op iedere afdeling een green team en daar echt mensen met elkaar verbinden. Dus eigenlijk heb je uit het hele proces van bestellen van materialen mensen nodig. Dus van inkoop tot en met de gebruikers. Dus duurzaamheid is een project van alle 15.000 Erasmus MC'ers en niet alleen van apothekers en projectleiders. Nou, zeker. Ja. Als iedereen daaraan bij gaat dragen, dan kunnen we heel snel circulair gaan werken. Ja, mooi. Oké. En tot slot, Nicole, wat is jouw duurzame tip? Mijn duurzame tip is, denk even na voordat je iets gebruikt. Heel wijs advies. Nicole, dankjewel.